De stichting De Backlot organiseert van 30 september tot en met 6 oktober voor het eerst het Herenstraat Festival. Dit werd vanmorgen bekendgemaakt op een persconferentie. Volgens Eddie Wijngaarden, directeur van De Backlot, zal in de eerste week van oktober dit deel van de binnenstad omgebouwd worden tot een prachtig festivalterrein. De historische panden en de eeuwenoude mahoniebomen zullen het perfecte decor vormen voor het festival, zegt Wijngaarden. U hoort ook cultuurdirecteur Elvira Sandy, die aangeeft dat haar directoraat het initiatief ondersteunt, omdat het weer leven brengt in de binnenstad. Een besluit dat we genomen hebben om eigenlijk nadruk te leggen op het feit dat wij een rol zouden willen spelen en gaan spelen in de revitalisering van de binnenstad. De overheid zelf die is bezig van haar kant haar gebouwen te gaan rehabiliteren en restaureren. We hopen dat de particuliere sector daar zich ook bij gaat aansluiten. Maar alleen maar gebouwen zeg maar mooi maken, daar heb je niets aan. Je moet ze ook tot leven brengen. En dat is een van de rollen die de Backlot nu op zich genomen heeft. En van waaruit eigenlijk deze activiteit van het Herenstraat Festival voortgekomen is om een eerste stoot te geven aan eigenlijk deze activiteit voor ons. Dit Herenstraat Festival is inderdaad bedoeld om het leven dat we nodig hebben in onze binnenstad, dat na 5 uur helemaal dood is, praktisch dood is, om dat te rehabiliteren, te revitaliseren, om een leven in te brengen. En als directoraat cultuur zijn wij daar heel blij mee, omdat wij natuurlijk, cultuur is datgene wat ons verbindt als volk. Dat is wat wij, zeg maar, onze biggest masani umus horen. En cultuur is breed. Dat is dus Elvira Sandy. Rachel Koningsbloem-Pinas, die de minister van Handel, Industrie en Toerisme vertegenwoordigde, zei dat het ministerie dit initiatief toejuicht omdat het toeristen aantrekt. U hoort ook Gino Rivos, projectleider van het Herenstraat Festival. Hij vertelt wat het belang is van zo'n festival. Wij streven ernaar om Suriname te branden op de wereldkaart als het gaat om onze toerisme sector. We willen meer toeristen trekken naar ons land. We willen ons land meer bekendheid geven en we zien in het festival dat vanuit de Backlot georganiseerd wordt natuurlijk een toerismeproduct om meer toeristen te trekken naar ons land. Wij ondersteunen waar nodig vanuit het ministerie en natuurlijk kijken wij hoe wij onze activiteiten ook kunnen koppelen aan deze initiatieven. Het is echt de bedoeling dat dit een evenement komt op regionaal niveau, misschien zelfs internationaal niveau, om mensen naar Suriname te trekken. We hebben heel veel cultuur in het evenement. We gebruiken dan de wat grotere namen om mensen naar het festival toe te trekken. We hebben dan heel veel cultuur om aan die mensen te wijzen. Dat willen we regionaal gaan trekken. Regionaal bekende acts op het festival neerzetten. Mensen komen er naartoe en dan hebben we lokale standhouders die dan hun product aan de man kunnen brengen en zo een beetje bekendheid kunnen creëren in de regio. Dat was dus Gino Rivos, projectleider van het Herenstraat Festival. En daarvoor zag u Rachel Koningsbloem-Pinas, vertegenwoordiger van minister Stephen Sang van HINT. Ze spraken vanmorgen op een persconferentie over het Herenstraat Festival. Het festival trouwens wordt gehouden van 30 september tot en met 6 oktober. Hou dat in de gaten.